Na een bezichtiging die heel plezierig is verlopen, krijg je een ultralage bieding van een kijker of rechtstreeks via die makelaar. En je eerste reactie is teleurstelling en wellicht voel je ook misschien een beetje boos en denk je van ja, hoe kan iemand nou zo'n schandalige lage bieding doen? En wellicht is je tweede reactie, ja, ik gun het deze mensen eigenlijk niet eens meer, ze mogen het niet eens meer kopen. Het kan ook heel teleurstellend zijn als je bijvoorbeeld net je vraagprijs verlaagd hebt. Dan heb je vaak het idee, ik heb de onderhandelingsruimte heb ik al een beetje weggegeven in de nieuwe vraagprijs. En in je emotie zou het dan best eens kunnen zijn dat je dan niet meer helder ziet wat er nou precies gebeurt. Het helpt om de situatie te bekijken vanuit de positie van de bieders en jezelf af te vragen waarom doen ze zo'n lage bieding. Realiseer dat de meeste kopers op de woningmarkt onervaren zijn. Ze weten ook niet precies waar ze moeten starten. Ze weten ook niet wat ze nou moeten zeggen om bij de verkopers een tegenvoorstel te krijgen. Deze onervarenheid zorgt ervoor dat ze ergens een stap nemen in de hoop dat de verkopers daarop reageren, zodat ze dan een vervolgstap kunnen gaan nemen. Tweede reden is advies van vrienden of van familieleden. Je hoort wel eens op een feestje, is er altijd wel een of andere oom die heel veel verstand heeft van onroerend goed en die zegt van als je een huis wil kopen, altijd 20% onder de vraagprijs bieden. En als je als koper toch al wat onervaren bent, dan neem je dat soort adviezen ter harte en dan ga je misschien lager bieden om te starten. Maar dat zegt uiteindelijk niet over wat ze bereid zijn te betalen. De derde reden is de beste deal willen doen. Zou jij omgekeerd meer willen betalen voor een huis dan noodzakelijk is? Voor kopers is het vaak ook aftesten waar de grenzen van de verkopers liggen. Ja, en dat doe je meestal via een wat lagere bieding. De vierde reden is dat kopers soms een aankoopmakelaar hebben. Een aankoopmakelaar zal zich in de eerste instantie willen bewijzen naar zijn opdrachtgevers en proberen te zorgen dat deze opdrachtgevers ook zo min mogelijk gaan betalen voor het huis wat jij in de verkoop hebt. Daarnaast is een beloningssysteem voor veel aankoopmakelaars is dat zich laten betalen naar dat deel wat ze van de vraagprijs weten af te praten. Dus wil een makelaar meer verdienen, zal hij ook meer van de vraagprijs af willen praten. De tip is, laat je gekrenkte trots niet in de weg staan van het behalen van je einddoel. Je einddoel is eigenlijk je huis verkocht krijgen. En het feit dat je een lage bieding krijgt, zegt ook iets over de interesse van de andere partij. Want als ze niet geïnteresseerd waren in je woning, hadden ze helemaal geen bieding gedaan. Word nooit boos en doe altijd een tegenvoorstel. Niemand kan van jou verwachten dat je verder zakt dan wat goed voor je voelt. En realiseer je dat als je het niet uitkomt, je gewoon weer afscheid van elkaar kunt nemen. En dat het je waarschijnlijk alleen maar een paar telefoontjes gekost heeft. Dus, ook bij lage voorstellen, altijd een tegenvoorstel doen. En zorg dat je je niet door je emoties laat leiden.